In dit jaar worden twee tochten verreden. De officiële wedstrijd wordt gewonnen door de 39-jarige Karst Leenburg. Hij verslaat met name op het traject tussen Harlingen en Bolsward zijn vroegere vluchtersgenoten Cor Jongert en S. Westra. Men reed dat jaar via de noordelijke route, Leeuwarden, toen naar Dokkum, terug naar Leeuwarden en vervolgens naar Franeker. Het was koud, guur en de winnaar was Karst Leenburg. De strenge vorst slaat in dit jaar al meteen in december toe. De tocht vindt plaats op de 16e. Het is de vroegste Elfstedentocht ooit. Ipe Smit maakt de wedstrijd, maar de finale wordt betwist tussen twee grote namen. Sipke Kastelein uit Wartena en Abe de Vries uit Bronrijp. De finish is chaotisch. Kastelein en de Vries spreken af samen te zullen eindigen. Beiden denken dat het laatste stempelpunt de finish in Leeuwarden is. Tot op de dag van vandaag beweert Kastelein dat hij nog altijd de winnaar van 1933 is. Echter, in de boeken komt zijn naam niet voor. De Elfstedentocht van 1933 had slechts één winnaar die heel lang als een trotse held in Friesland werd gevierd. Het was Abe de Vries uit Dronrijp. Hij won de Stedentocht van 33. Er wordt hard gereden dat jaar. Een recordtijd van 8 uur en 44 minuten komt op de klokken. Auke Adema, één van het Pact van Dokkum van een jaar eerder, wint nu solo, zoals die ook had aangekondigd. Joop Bosman uit Breukelen, een jonge onbekende man, wordt tweede voor de zeer bekende Lo Geveke, de voetballer, zeiler, schaatser. Het is de tweede maal dat er in oorlogstijd wordt gereden. Van de Duitsers heeft niemand die dag last. Ook dit keer wordt de noordelijke route gereden en Adema komt ook als eerste al in Dokkum aan. Zo zag het klune er toen uit. Adema wordt bijgehaald door Bosman, beide lunchen samen in Workum en gaan door. En dan valt de slag in het voordeel van Adema. Op het Slotermeer rijdt hij weg, hij gaat nog één keer zitten eten in Sneek en met 3 minuten voorsprong komt hij aan in Leeuwarden. De tocht van 41 wordt gewonnen door Auke Adema. De officiële boeken van de Friese Elfstedenvereniging noemen deze tocht bar en boos. Niet alleen vanwege de onbarmhartige omstandigheden, maar zeker door het gedrag van vele deelnemers. Men, zo zegt men, heeft zich schuldig gemaakt aan het zogenaamde opleggen. Het elkaar voortduwen en er waren er ook die zich gedurende langere tijd per automobiel door Friesland lieten vervoeren. Joop Bosman, diezelfde man uit 1941 en nog altijd uit Breukelen, werd na maandenlang onderzoek van de eerste plaats geschrapt. En Jan van der Hoorn uit Ter Aar, die de race als vijfde beëindigde, wordt tot winnaar uitgeroepen. Een hele merkwaardige tocht, die van 47. In 1954 vindt de start plaats uit Postuma's spuitinrichting, vlakbij het Van Haringsmakanaal. De heren moeten nog 100 meter lopen en gaan dan het ijs op. Het wordt dan langzaam dag in Friesland. En wat een dag. Prachtig weer, goed ijs en de snelste tijd ooit zal naar boven komen. Die tijd wordt 7 uur en 35 minuten en het Nederlandse sportpubliek leert de naam Jeen van den Berg kennen. Die dag koersen er 138 wedstrijden en 2597 toerrijders door Friesland. De omstandigheden blijven ideaal. Jeen van den Berg, de man uit Nijbeets, komt met zijn vluchtmakkers Jan Garisius, A. de Koning, Anton Verhoeven en J. Nauta op de finish bij de Prinsentuin aan. Het wordt een prachtige finish, die velen zich nog jarenlang kunnen herinneren. De vijf man, allen uitstekende schaatsers, moeten dan een lange sprint afleggen voordat ze nog een stuk moeten klunen en dan is de winnaar pas vastgesteld. Hier naar die klunplaats. Het afremmen, het over elkaar heen vallen, de haast en wie is er dan het eerst? Jeen van den Berg komt als eerste boven. Achter hem Garisius, de Koning, Verhoeven en Nauta. Sprinten door het stro. De wal op is de wal af. Weer vallen, weer duwen, van den Berg als eerste, Garisius valt
En zo krijgt de Elfstedentocht van 1954 een prachtige finish. Het is de schoolmeester Jeen van den Berg die wint. En jarenlang nog zal zijn naam in goud geschreven staan. Op 14 februari 1956 werd weer een Elfstedentocht gehouden. De omstandigheden waren zwaar. Het ijs was slecht. Een kopgroep van 5 man, bestaande uit Jan van der Hoorn, Aad de Koning, Jeen Nauta, Maus Wijnhout en Anton Verhoeven, ging op de finish af. De mannen hadden onderweg besloten om niet te sprinten voor de overwinning, maar gingen hand in hand over de eindstreep. Het bestuur besloot echter om de 5 schaatsers te diskwalificeren en geen winnaar uit te roepen. Zo eindigde de 11e Elfstedentocht in een anticlimax. Dit wordt de meest beruchte tocht tot dit moment. Snerpende koude, verblindende sneeuw en een werkelijk snijdende noordoosten maken de tocht tot een ware hel voor de deelnemers. Van de bijna 10.000 gestarte toerrijders halen slechts 69 de finish. En ook 57 wedstrijdrijders halen binnen de gestelde limiet de eindstreep. Friesland is wit die dag. En hoewel alles en iedereen probeert om het de rijders zo makkelijk mogelijk te maken, lukt dat niet. Het ijs is slecht en het wordt steeds slechter. Reinier Paping uit Omme komt alleen op kop, nadat hij buiten Bolsward zijn vluchtmakkers Jeen van den Berg, Jan Uitham en Anton Verhoeven heeft gelost. Gedurende de ochtenduren lijkt het allemaal nog mee te vallen, maar dan, op weg door het noorden van Friesland, wordt het moeilijk. De 4 man op kop worden achtervolgd door telkens wat groepjes rijders. Sterker nog, die het aankunnen tot Bartlehiem, want daar, heeft men gezegd, wordt het heel moeilijk. Reinier Paping is inmiddels los. Heeft wat moeite met het vinden van de startkaart, maar hij rijdt alleen. En hoe? Zijn nummer, 157, zal niemand vergeten na die dag. Dan de achtervolgers. Van den Berg, man met een grote naam, Uitham toch ook, Verhoeven. Zij rijden op minuten. En dan wordt het slecht. Heel slecht. We gaan in de richting van Bartlehiem, waar schaatsen nauwelijks nog mogelijk is. Vrijwilligers wordt gevraagd om de baan schoon te scheppen, schoon te vegen. Maar het is nauwelijks nog te doen. Later zal men zeggen dat de tocht eigenlijk niet had mogen plaatsvinden. Hier Bartlehiem, met Arie Kleiweg als reporter en Reinier Paping die zegt, ja het gaat wel. En op naar Dokkum. In Leeuwarden landt een helikopter met koningin Juliana en prinses Beatrix. En zij allen maken zich op voor de grootse aankomst van Reinier Paping. Hij wint met grote voorsprong op de grote wielen. Paping is dan held en zal dat lange tijd blijven. Na 22 jaar wachten gebeurt het eindelijk weer. Het zil heven, zeggen de Friese, en gevolgd door televisiecamera's maken Jan Kooijman, Jos Nieste, Harry Ruitenberg en Evert van Bentum van de finale van de tocht een waar spektakel. In recordtempo worden de 200 kilometer afgelegd over goed ijs. Dit zijn de mannen. Jos Nieste, die bijna valt. Voor hem Jan Kooijman. Iedereen verwacht van hem een uitval. Dan de kleine onbekende man, Evert van Bentum, en de snelle sprinter, Henri Ruitenberg. De Elfstedentocht wordt die dag door miljoenen op de televisie gevolgd. Friesland zwingt en Evert van Bentum wordt in 1 klap een bekende Nederlander. Dat gebeurt hier, op de Bonkevaart, ten noordoosten van Leeuwarden.
sportgeschiedenis wordt daar geschreven. Het wordt de snelste tijd ooit. 6 uur en 46 minuten, hetgeen neerkomt op een gemiddelde van ruim 29 kilometer per uur. Het lange tijdperk Paping is afgesloten. De Elfstedentocht krijgt een nieuwe winnaar en die komt uit deze sprint. Links Ruitenberg, rechts de nieuwe held, Evert van Bentum, veeboer uit Sint-Jansklooster. Iets meer dan een jaar later is het weer zover. De 14e Elfstedentocht kan van start gaan. We schrijven 26 februari 1986. Het is 5 uur. 317 wedstrijdrijders schaatsen de donkere nacht in. Het ijs is hard en zit vol scheuren. Er waait een matige noordoostenwind. Evert van Bentum, de winnaar van 1985, is weer een van de favorieten. Hij is al meteen in de voorste gelederen te vinden. Hij maakt zijn favoriete rol waar en komt alleen bij de finish aan. Bijna net zoveel aandacht krijgt onze kroonprins Willem-Alexander, die onder het pseudoniem W.A. van Buren meereed in deze tocht. Hij blijft tot de streep vrijwel onopgemerkt. Als de trotse ouders hem bij de streep opvangen, is heel Nederland er getuige van dat Willem-Alexander de tocht der tochten had voltooid. Een totaal van 16.999 rijders deden mee aan deze tocht, onder wie 862 vrouwen. Niet iedereen haalde de finish. Sommigen kwamen slechts enkele tellen tekort om binnen de gestelde tijd aan de eindstreep te zijn. Dat was dramatisch. In totaal werden er die dag 14.989 kruisjes uitgedeeld. Zaterdagochtend, bijna 5:30. IJsmeester Venema met de rode muts op. Venema reed de tocht zelf in 1963, reed hem uit. 8, 7, 6, 5, en kent dus als geen ander ook het gevoel. 4, 3, 2, 1. En de Elfstedentocht van 1997 op zaterdag 4 januari, de 15e in de historie, is begonnen. Een gewurm van je welste. En dan van de warmte ineens die extreme kou in. Dat is een enorme overgang als je daar al zo lang binnen hebt gestaan. Iedereen heeft het zweet op zijn lijf staan. Maar de tent is leeg. Patrick Snijders is als eerste bij het ijs. Bart Veldkamp, die is ook snel. Ja, goed lopen natuurlijk, getraind. Komt net terug uit Davos. De eerste schaatsers gaan weg. De eerste is weg. En gejuich gaat er dan op. Het is inderdaad Snijders. Samen met Palasma, lijkt me dat. De Fin Palasma is als eerste weg samen met Patrick Snijders. Maar kijk, Palasma is nu nog met zijn veters bezig. Hier is die linker veter zit niet goed bij Lauri Palasma. Die moet nu nog zijn veters strikken in het donker. Hier de aankomst. De doorkomst bij de Boksemerdam. Dat moet dan Snijders zijn die als eerste wegging. Nou ja, Palasma was de eerste die wegging, maar die was nog bezig met de veters. En vanaf hier Patrick ga je Snijders de duisternis uit in. Haarsteeg
gaat het avontuur tegemoet. Daar in de verte de oversteek van het Haringsmakanaal. Hier hebben we Bart Veldkamp in elk geval. Dit zijn beelden van de eerste klumplaats bij het binnenkomen van de stad. De rijders hebben dan de stempelpost al gehad. Die is buiten de stad opgesteld en komen dan hier binnen over deze klumplaats. En daar komen de mannen bij de klumplaats aan. En is het publiek in extase geraakt, want ja, dit is toch waar ze met z'n allen op hebben staan wachten. En daar komen die mannen, de Dries van Weijen en Wiebe Last staan hier niet voor niks, maar het is een van de Ruitenbergen die op kop ligt. En dat is dus gunstig voor die beide ploegleiders die hier staan te wachten. Daar ging ook Peter Baars door uw beeld. Daar is Borst. En het zijn alle grote namen. Daar komen ze aanrijden op de kleine stukjes. Ze hebben dus de eerste klumplaats nu gehad. Zijn nu op weg hier naar de tweede klumplaats. En nog altijd de man uit de Weekkampformatie als eerste die hier zometeen de klumplaats op zal klimmen. Prachtig gezicht inderdaad. Een groep van pakkenbeet. Een mannetje of 20, 25. Het is Edward Hagen die als eerste hier naar boven gaat. Edward Hagen en daar is dan ook bij Arnold Stam in tweede positie. Dat zijn toch grote namen. Dat zijn jongens die hier doorkomen. Peter Baars daar, de Ruitenbergen, alle twee. Kromkamp zie ik ook voorbij komen. Daar gaat ook Rudy Groenendal. Daar gaat Jan Bakker uit Wijnjewoude. Daar gaat ook Iep Kramer. Wat geweldig dat hij erbij is. Iep Kramer, heel knap. Rudy van Mechelen zit er ook bij. Pardon, de grote namen hebben toch allemaal snel tempo voorbij zien gaan. Inclusief ook Robert Gazebeek, de man die geblesseerd aan deze wedstrijd is begonnen. Maar ook hij handhaaft zich in de eerste kopgroep hier die gepasseerd is. Daar onder de bruggetje door bij de Waterpoort. Dan de bocht naar rechts en op weg naar Eilst. De stempelaars kijken reikhalzend uit natuurlijk naar de rijders. En het zal voor hun lastig worden, want de rijders hebben de wind vol in de rug. En dat betekent dat ze snelheden kunnen ontwikkelen van boven de 50 km per uur. En dan zullen ze de schaatshokjes als afrem gebruiken. En hier zien we de eerste rijder aankomen. En dan is hier een hele groep. Een grote groep. Die toch op het gemak aankomt. Ze zullen niet denk ik het schaatshokje omver rijden. Die zijn goed vastgeschroefd in het ijs. De verwachting is natuurlijk dat de rijders daarop afremmen en als een speer weer doorgaan. En ik denk dat het Erik Hulsebos is die hier als eerste het stempelhokje passeert en weer doorschaatst op weg naar Sloten. Daar zijn 1, 2, 3, 4, 5 koplopers lijkt het. Na 1 uur en 18 minuten schaatsen. Hulsebos zit in ieder geval bij. Dat lijkt me duidelijk. Van Mechelen zit erbij. Ankenen zit erbij. Met nummer 7 zag je Ankenen als eerste afstempelen hier in Sloten. Het schaats is kapot. Het ijzer ja, is kijk, er helemaal, is af. Helemaal af. Oh, wat een drama voor deze man. Hoekstra uit Heerenveen. Daar komt een rijder aan. Het lijkt me... Hagen. Aan de techniek te zien. Edward Hagen. Ja. En het ja. is Edward Hagen. Jawel, Hagen meldt zich als eerste in Stavoren. Edward Hagen uit Haarlem. Het is Ruitenberg. Nee, het is Ruitenberg. En wie is dat? Is dat? Jan Bakker. We zien een groep aankomen in Hinderlopen en dat lijkt maar niet meer een kopgroep van drie, sterker nog, het is een grote groep. We zien daar het geel van Bert Verduin ongetwijfeld. Verduin is weer aardig hersteld zo te zien. Van Mechelen moet er dan bij zitten. Dit is Piet Kleine, de voorste. Verduin inderdaad. Van Bentum, Henk. Dit is Harry Ruitenberg, dit is Hulsebos. Er gingen een aantal voorbij de stempelpost. Kijk. Hulsebos bemerkt als eerste dat hij te ver ging.
Ik heb Piet Klein ook niet zien stempelen. Heeft Piet Klein vergeten te stempelen? Zou het waar zijn? Ik heb niet zien stempelen, toch? Ja, hij zal toch niet. Hij zal toch niet de post hebben gemist? Maar dan moet hij terug. Hoi. Stempelt hij of stempelt hij niet? Je ziet die Kleine handen. Stempelt niet. Nee, ik zie het niet dat hij stempelt. Hier wordt de pas voor het gestempeld. Van Bentum zag het. Ruitenberg, Bakker, die mannen hebben gestempeld. Hulsebos gaat terug. Hulsebos is terug bij tijds. Aangerend heeft gestempeld. Maar Kleine had niets in de gaten. Hulsebos van de leiding. Of is dat niet Hulsebos? Ja, het is Hulsebos hoor. Zeker. Erik Hulsebos, Piet Kleine erachter. Henk Aangerend, Jan Bakker. 12 man nog steeds. Arnold Stam nog altijd erbij. En hier wordt gestempeld. Hulsebos. Hulsebos was hier. Kramer. Knap zeg. Goed wat Kramer hier doet. Van Verduin. Hagen was goed weg. En Hulsebos gaat door. En Aangerend daar links in beeld. Jan Bakker nog steeds erbij. Ze zijn nog met z'n 12. Piet Kleine als laatste heeft nu wel gestempeld in Workum. Hier zien we Fausto de Mareos. Ja, nu gaat het licht uit. Ja, die kan hij inleveren. Die kan naar het eerste Friese schaatsmuseum mogelijk in Hinderlopen. Kijk eens, René Ruitenberg. Contact met waarschijnlijk zijn ploegleider die ergens aan de kant staat. Stam is de man voorop. Maar heeft het zin om hier al zulke dingen te doen? Ja. Ik weet het niet. Stam is een, wat dat betreft een rare en een sterke. Daar ga je naar links. En dan moet je stempelen. Aan de rechterkant staat de stempelpost. Stam is als eerste. Verduin zit er goed bij. Kijk eens, Piet Kleine. Daar de bocht om en dan valt er een gaatje. Het moet er even gereden worden door Harry Ruitenberg en de rest. René als laatste. Albert, en met dat controlebord met de en hier is de stempelpost. Daar is Stam als eerste en dat betekent dat hij ook als eerste weer weg kan. Hupsakee. Aangerend, Verduin, Van Bentum, Kleine. Stempelt wel nu. Hulsebos. Kramer, ja, en Hagen. Nee, nu pas. We zien Bert Verduin. U ziet ook touwtjes aan de handschoenen, dat is slim. Die hebben ze vastgebonden, zodat je ze niet makkelijk kwijt kunt raken. Hulsebos, Van Bentum, Piet Kleine, de gebroeders Ruitenberg, Jan Bakker. Van Mechelen, Stam en Kramer die gewoon zijn kopwerk doet. De 12 naderen de stempelpost, de Harlingen die kant op. Ruitenberg. Hij heeft er zin in. Ja, drie ploeggenoten in de kopgroep, dat is toch een luxe. De gebroeders Ruitenberg en Edward Hagen. Henry Ruitenberg was vorige winter de meest regelmatige rijder van allen. Hij won over een heel seizoen, over een heel natuurijsseizoen uitgerekend, de Super Prestige. Zonder overigens vorige winter een klassieker te winnen. Ook Henry Ruitenberg is niet van natuur. Oei! Ruitenberg en Stam, onderuit. Even een slecht stukje in het ijs, een hobbeltje was het, niet eens een scheur. Maar ze zijn er alweer bij.
In Franeker zijn ze er klaar voor, zeg. Tjonge, wat een ontvangstcomité staat er in deze stad. En Edward Hagen is gelost. Hij is ten val gekomen bij de Klumpartij daar. En het is Bert Verduin die als eerste hier zijn stempel haalt. Gevolgd door Arnold Stam. Met de eerste die onder de brug doorgaat. Hier staan nog wat levende zielen langs het parcours. Maar het dunt al uit. We zijn Franeker voorbij. En dan begint het martelen. Jan Bakker, een man die op natuurreis wel degelijk goed kan presteren. Hij moet de 10 nu laten. Het gat was 50 meter. Het is inmiddels de lengte van een voetbalveld. Het is 100 meter geworden en het tiental kromt de rug. Ook Arnold Stam heeft het moeilijk in die kopgroep van 10 man. Het spel is op de wagen. 3 man weg nu. En wat een gat ineens. Henk van Bentum, Bert Verduin, Arnold Stam. Rechts de grote groep met Ruitenberg aan de leiding. Stam moet nog een klein gaatje dichtrijden. En Verduin gaat weer door. Ja. Stam kan niet overnemen. Moest dat gat dichtrijden, is vermoeid. En Verduin rijdt door. En wat een gat ineens. Wie moet er nu rijden daarachter? Hulsebos niet. Die heeft Van Bentum voorin zitten. Dat is een ploeggenoot. Hier 6 man. Dan missen we er toch nog 1. Waar is een van de Ruitenbergen? Henry Ruitenberg. Is Henry eraf? Daar gaat Angenent. Angenent gaat. Kleine gaat ook. Angenent reageert. Kleine daarachter. Van Mechelen probeert te controleren. En deze 3 gaan aan de leiding. Henk van Bentum, Bert Verduin en Arnold Stam. Is dit de slag? Want hier valt het echt niet mee om naar zo'n groepje toe te rijden. Angenent en Kleine lijken erin te slagen de 3 weer te arresteren. Brede slag nu van Kleine en zo zijn Verduin, Stam en Van Bentum door Kleine en Angenent achterhaald. 5 man nu op kop en daarachter Hulsebos die probeert bij dit vijftal weer te komen. En dat zal hem lukken ook. U heeft het bruggetje van Bartlehem in beeld. Waar mensen al vanaf vannacht 3 uur staan te wachten op de doorkomst van de koplopers. Dat zijn er dus nog 6, zoals u weet. Bartlehem, altijd een feest om te zijn. En daar de duizenden. En daar het bruggetje. En daar komt die scherpe ronding. Die toch in vaart wordt genomen naar links. Maar ze dus links moeten blijven, anders dan in voorgaande jaren. Men kiest positie voor het nemen, zeg maar, van dat bruggetje. Daar zijn ze. Met Verduin als eerste. En dat gaat. Verduin gaat inderdaad rechtdoor. En moet dus terug. En ligt dan meteen ietsje achter. Maar voegt eigenlijk soepel in. Het was een linkpunt. Maar het werd dan ook goed genomen. Link omdat daar natuurlijk mensen staan. En Verduin schaatst daar heel behendig tussendoor. Gevaar ontweken. De 6 compleet. Uit Bartlehem. Op weg naar Dokkum. Ze zijn nog altijd met z'n 6'en. En nog altijd is er ook die samenwerking. 6:09 zijn we inmiddels onderweg. Het record staat nog altijd op naam van Van Bentum. Gereden in 85. 6:47. Stempelen in Dokkum. Angenent stempelt als eerste. Verduin als tweede. Van Bentum. Stam. Kleine is alweer weg. En als laatste Erik Hulsebos. Terug naar Leeuwarden. Angenent heeft een klein beetje voorsprong genomen. Verduin erachter. Van Bentum. Kleine. Stam en Hulsebos. En nu gaat het hard. Met de wind in de rug.
6. U kent ze. Van Bentum, Verduin, Stam, Angeren, Hulsebos, Kleine. Angeren die de neus snuit. Daar midden in het groepje, als derde. Ik heb nu een passage van hen aan de ene kant en andere wedstrijdrijders achterop geraakt aan de andere kant. Hier de 6. Daar komen ze met hun bocht de laatste maal naar links. Bartelheim door. Bij elkaar. Een geweldig sfeervol gebeuren. Toegejuicht door die duizenden. Onder de brug door en dan het laatste rechte stuk zou je kunnen zeggen. En het lijkt zo het is zo makkelijk gezegd, maar het lijkt nog zo ver weg. Hulsebos schreeuwt naar Van Bentum dat hij moet gaan rijden. Daar komt Kleine. Daar komt Kleine. Jawel. Angenent reageert. Nou, dit kan Piet. Als geen ander. Met de wind mee verschrikkelijk tempo rijden. En zo meteen gaat het naar rechts. De Bonkenvaart op. Angenent nu aan de leiding. Wat heeft die man gewerkt vandaag? Hulsebos daarachter. Zijn ploeggenoot Van Bentum daarachter. Dan Verduin en... Nee, eerst Kleine en dan Verduin. Dan draaien ze weldra de Bonken op. Angenent. Erik Hulsebos. Ja, daar zijn ze te zien. Daar zijn ze op de Bonk. En wie gaat Verduin nu komt nog een keer. Verduin komt nog een keer. Het wordt een lange sprint. Het wordt een hele lange sprint. Oh, wat een mooie finale. Bert Verduin. Verduin aan de leiding. Nou. Angenent daarachter. Verduin, het is nog een end hoor. Verduin. Verduin heeft alles bewaard voor het laatst. Kleine geeft Kleine het op. Kleine is weg. Kleine is weg. Van Bentum is Van Bentum stopt. Weg. En daar komt Hulsebos. Daar komt Hulsebos. Rechts in beeld, in het midden Angenent. Het woord Angenent. Angenent of Hulsebos? Hulsebos. Het gaat om centimeters. Hulsebos of Angenent? Hulsebos of Angenent? Het wordt Angenent. Henk Angenent uit Alphen aan de Rijn. Henk Angenent is de opvolger van Evert van Bentum. De beroemdste spruitjeskweker van Nederland wint de 15e Elfstedentocht. Tjongejongejonge, wat was die man sterk. Hij heeft het verdiend. Wat heeft die man een meters, kilometers op kop gereden. Zo klein was de marge deze keer. Anderhalve meter tussen Angenent en Hulsebos. Daar gaan Smit en Zijnstra bezig aan de finale. Bochtje naar rechts en dan is het sprinten. Op papier is Zijnstra de snelste. Maar Frank had het al even gezegd. Vorige week geklopt door zusje Janita Smit. En eens kijken of Zijnstra vandaag haar gram kan halen. Greta Smit gaat aan de leiding. Rechts zien we ook nog Jan Kooijman. Kooijman die dus bij de A-rijders is gestart vanochtend in de wedstrijd. En links de lange sprint tussen Smit en Zijnstra. Inzet het winnen van de Elfstedentocht bij de vrouwen. Het is een prestatie op zich, Frank, als je voor Jan Kooijman toch eindigt bij de vrouwen. Henk Angenent is bijna een uur over de meet en nu wordt de tweede grote winnaar van de dag bekend. Het zal, denk ik, Klasina Zijnstra worden. Die laat zich niet een tweede keer door een Smit kloppen. In Ankeveen was het toch de familie Smit die zegevierde. En nu Klasina Zijnstra, 28 jaar, uit Sint-Johannesga. Ze valt, maar ze valt pas na de streep. Oh,
En ze wordt overeind geholpen door Greta Smit, onder andere. Als ik nu rondkijk, ja, hier zien we ongelooflijk. Ja, zeg er maar eens wat van. Eens even kijken. Ja, daar zijn ze hoor. Kijk eens, het ging toch iets makkelijker. 11, 12 jaar geleden. Evert van Bentum, hij rijdt de tocht met zijn maten. En als we Niesten zo direct in beeld krijgen, dan zien we waarschijnlijk dezelfde muts die hij toen al droeg. Nee, het is niet, het is een andere muts geworden. Misschien dat hij hem eronder heeft. Daar is hij, Jos Niesten. Ja, die muts zit eronder. Prima, hij heeft het eraan gehouden. Hij wilde dat ding op hebben. Daar hebben we Kootje Gieling er nog bij, de ex-wielrenner. Die ook in 85 bij de kanshebbers gerekend werd. En Jos Pronk. Vier maten van toen die besloten om vandaag als vier maten te rijden. Gewoon zoals iedereen hier wil rijden. Lekker door dat land heen. Nou, hier is Bart Liem. Dit is Bart Liem. Dit zal altijd Bart Liem zijn. Want ja, het zijn unieke beelden nu eenmaal. Het bruggetje van Bart Liem. Kleintje Pils en duizenden, nog eens duizenden liefhebbers. Carnavaleske figuren, mensen die gewoon komen voor de sport, voor het feest en voor alle idiote toestanden die maar denkbaar zijn op deze lange, lange, lange dag. Ik heb geen zin om na nog eens 100 kilometer tegen de wind naar Dokkum in te rijden. En dat, dat heb ik er gewoon niet voor over eigenlijk. Waarom niet? Nee, nee. Ik vind het eigenlijk, laat ik maar zeggen, een te zwaar stuk eigenlijk om dat nog te doen. In Dokkum, Evert van Bentum onthaalt. Dat is inderdaad fantastisch. Ja, hij koos ervoor om het op deze manier te doen. Geen wedstrijden meer. Min of meer geslaagd zakenman geworden. Alles te danken aan die twee overwinningen in 85 en 86. Siert de ster. Siert van alles wat met schaatsen op natuurijs te maken heeft. Toen was hij als eerste binnen. Nu is hij daar met zijn maten zoals het afgesproken is. Mooi moment. En eens kijken terwijl we prachtige schilderijen op het ogenblik voorgetoverd krijgen. Kos, niet meer heel diep zittend. Want die rug die zal wel een geweldige pijn van hem doen. Hij had niet getraind. Hij heeft tijden niet op het ijs gestaan. De kwaliteit van het ijs blijft goed. Alhoewel voor de aanvang van deze 15e editie van de Elfstedentocht er wat twijfels waren over de kwaliteit van het ijs hier. Maar nee hoor, het is hier prima nog altijd. Althans, het ijs. Het blijft een kritisch punt. Maar, want ja, hier komt nog even de harde wind in je gezicht. Als je voor de eerste keer Bart Liem neemt, dan moet je nog naar Dokkum. Dan is alles heel dichtbij. Maar ja, dan is het ook weer ver weg. Die harde, strakke wind krijg je dan in je gezicht. En ik kan u vertellen, het is buiten koud.
Dit is Dokkum en de kunst van het schaatsenrijden bij nacht. De meest prachtige plaatsjes. De klok wijst 12 over 10 aan. 12 over 10, dat betekent nog 48 minuten voordat het laatste stempel hier wordt afgegeven. En dan begint het toch een beetje spannend te worden, zo langzamerhand voor deze mensen. Nou, deze misschien nog net niet, want 24 kilometer te gaan is het nog. Tot de bonken, tot de streep, tot de verlossende streep in Leeuwarden. Dus dat moet wel te doen zijn, die 24 kilometer. Maar, het is nog wel even. En je moet toch weer terug in het donker. En je bent al zo moe. Burgemeester Haaien Siebesma, wat een mooie dag voor u in Dokkum. Ja, dat is echt schitterend. En waar ik het meeste van geniet, dat is dat het publiek vandaag zo enorm gedisciplineerd reageert. Echt fantastisch. Ja, ik ben bijna klaar. Nog een kilometer of 5, 6. Het is prima gegaan. En ik bel je vanavond nog wel. Ja. Groetjes. Dag. Wie had hij nou aan de lijn? Mevrouw. En dit is mooi. Kijk, die hebben samen waarschijnlijk de hele dag doorgemaakt. Ja, bedankt. Voor een leuke dag waarschijnlijk. Het is het einde van een prachtige dag in Dokkum. Dat wil zeggen voor de mensen die een stempel hebben gehaald hier. Ik ben Rudy Langen uit Assen. Ik geloof het niet. Waarom geloof je het niet, Rudy? God, jongen, ik heb alles gegeven. Het laatste stuk, al die wind tegen, al die jongens waar ik mee gereden heb, die liggen los één voor één af. En ik heb alles gegeven in de laatste meters, man. Waarom? Ik heb de terugweg, heb ik wind mee. Ik heb 100 kilometer wind tegen gehad. Maar 11 uur, dat zijn de regels, dat weet je ook. Het is spijkerhard, maar dat zijn de regels. Het is ongelooflijk, Tom, eerlijk waar. Het is ongelooflijk. Ik vind het ook een beetje kinderachtig, want het ijs is natuurlijk perfect. De terugweg is een eitje. 20 seconden nog. Gehaald. Binnen. 15 seconden. Die haalt het ook nog. Val er overheen als het moet. Daarachter. Oh, die twee. Die rondkijken. 5 seconden. Kruipend als het moet. De Elfstedentocht is voorbij. Ach. Dit is... Oh, meneer. Oh, meneer. Oh, dat gebaar. Dat gebaar. Het is... Oh. Wat is het geweest? 5 streken. 1 keer aanzetten. Als hij het nog kon.